Goeiedag, welkom in het Abelenstra Stadion, zou ik willen zeggen. Welkom bij ons Business Bulletin, de derde editie deze keer. We doen dat met drie speciale gasten en onze vaste gast Martin Koopman, de commercieel manager van Heerenveen. Gaat u mee aan tafel? En ik zei het al, we hebben drie gasten vandaag aan tafel. Sponsors van Sportclub Heerenveen en Martin Koopman. Maar we gaan eerst even een klein voorstelrondje doen. En we doen het even voor mij. Rechts, Marco. Marco van Beek. Marco, hoe kunnen we in een korte zin jouw hele business... Ik ben Marco van Beek, eigenaar van een autobedrijf in de Kop van Overijssel. Dus niet in Friesland. Maar Steenwijk. Steenwijk, ja, heel kort bij. Ik heb een bedrijf met een man of tien in dienst. Wij doen repareren, onderhouden en verkopen van de merken Mercedes, Benz, Audi en BMW. Dat is onze hoofdmoot. Wij verkopen ongeveer 500 auto's per jaar. En we zijn al jarenlang sponsor bij Sportclub Heerenveen. Ja, ik heb vanochtend jullie site bekeken en ik moet zeggen, ik baande mij alweer in de snoepwinkel. Dus ik kom een keer kijken. Heel goed, welkom. Ja, graag. Dank je. Naast jou zit Laurens Stamhuis, THL Travel. Ja, THL Travel, wij zijn een zakelijke reisorganisatie. Met kantoren in Alkmaar en in Almere. En we richten ons op de zakelijke markt, waarbij we de reizen voor de klanten verzorgen. Dat betekent eigenlijk totale ontzorging. Het gaat over het travel management, dus het verzorgen van zowel de operationeel de reis, maar ook het travel budget, de duty of care, alles wat met reizen te maken heeft. Dat is één divisie. Dat is meer dat je ziet bij bedrijven die mensen individueel op reis sturen. En daarnaast hebben we een tak van sport. Letterlijk en figuurlijk tak van sport in de events. Dat is als mensen samenreizen. Nou, bijvoorbeeld bij Heerenveen kunnen we allebei de dingen onderbrengen. We helpen de reizigers hier, spelers, directie, staf die naar buitenland moet. Of spelers die ingevlogen worden. En we helpen bij internationaal voetbal. Nou, dat is bijna zover. Vorig jaar was het dan het trainingskamp. Dus alles wat met reizen en verblijf te maken heeft. Ja. We gaan er zo nog even dieper op in, want ik denk dat het heel belangrijk is dat we de play-offs halen, toch straks weer naar het buitenland kunnen, want vooral voor jouw business, denk zeker. Ik dan maar. Zeker, we hadden vorige week natuurlijk een hele mooie kans, maar om niet te ontlopen naar de beker te gaan, maar goed. Ja. Ik kijk nu Henk de Boer, directeur particulieren en private banking aan. Klopt. Rabobank. Ja, Rabobank, ja, op zich denk ik bekend, hè, wat de bank doet. Groot merk. Groot merk, geld aantrekken en geld eruit zetten, zeg maar. Dat is de business waar hij natuurlijk in zit. Dat zal bij iedereen bekend zijn. En daarnaast heel erg neerzetten van de maatschappelijke thema's die we als coöperatieve bank hebben. Dus dat daar liggen genoeg mooie dingen om te doen. Gaan we zo nog even op terugkomen, dat maatschappelijke deel. Martin, ja, eigenlijk behoef jij weinig introductie, hè? Ik hoop het niet. Nee. Goed gepoederd ook boven, dat het niet al te veel glimt. Ze hebben zich bij hun best gedaan. Ik was hier vroeg. Het ziet er goed uit. Om het in orde te maken. Ja, nee, het ziet er goed uit. Marco, jij bent een hele bekende, ook voor ons hier in Heerenveen, want je hebt in diverse besturen gezeten hier. Ja. Ik denk dat het niet zinvol is om heel veel die besturen opnieuw even over tafel te laten gaan, maar wel zinvol is van jouw binding met Heerenveen en jouw sponsorschap. Ja. Want jullie business zal ongetwijfeld niet heel veel te lijden hebben onder corona, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. We beginnen met de binding met Heerenveen. Jarenlang zeg maar gewoon sponsor en uiteindelijk in bestuur terechtgekomen van de OSSA, stichting bestuur daarna. En ja, dan heb je een binding met de club en dat gaat al een hele tijd terug. Ik vertelde net vanaf 2003. En ja, op dit moment onze business zeg maar en daarmee het bruggetje te maken naar de binding met de club. Ja, wij acteren op dit moment erg veel online. En die business gaat heel erg goed. En daar zijn we ook heel erg tevreden over. Alleen ja, wij missen natuurlijk, online is natuurlijk leuk, maar we missen natuurlijk wel de club. En het is fijn om hier weer even binnen te mogen zijn. En om even weer wat te voelen en wat te snuiven. Maar het mooiste is natuurlijk als we weer voetbal kunnen zien. Ja. Je mist het voetbal, dat lijkt me logisch. Missen we allemaal. Ja, ik mag dan in een koud stadion zitten, in mijn eentje bijna. Maar is de handel ook anders nu je niet in de businessclub rondscharrelt? Je kunt natuurlijk nu ook geen mensen uitnodigen om mee te nemen naar het voetbal, om ze enthousiast te maken voor een van die schitterende auto's van je. Ja, maar het heeft meer te maken dat je nu juist komt, nu het verleden boven, hè?
Dus het netwerk bouw je niet op vanaf vandaag naar morgen, maar die bouw je op in de afgelopen jaren. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat iedereen zegt, hoe kan het nou toch dat jouw business zo goed loopt? Ik zeg nou, een van de pijlers is dat ik altijd aan mijn netwerk heb gewerkt. Ja, het is nu een belletje doen en je stuurt een FaceTime video of je bent even met elkaar aan het praten. En de herkenning en erkenning is er eigenlijk meteen weer. Ja, en je doet gewoon handel. Ja. Dat is gewoon het verhaal. Ja, mooi. Even naar jou, Laurens. Ja, we hadden het al even, ik voelde al aankomen, we moeten meer naar het buitenland met de club om vooral jouw handel hier een beetje te laten floreren. Maar ligt jullie handel helemaal stil nu met de corona? Nou, niet helemaal, maar zeg gerust voor het grootste deel. We zijn natuurlijk direct afhankelijk van alles wat er te maken heeft met het dichtzetten van grenzen, negatief reisadvies. Het zal vanavond weer verlengd worden tot 15 april, hoorde ik. Dus bedrijven zijn natuurlijk niet in staat om te reizen. Hè? Er wordt een heel klein beetje gereisd als er noodzakelijk reizen is. Maar niet in die aantallen van die wij normaal kennen. Hè? Dus dat gaat echt over hele grote bedragen die nu niet geboekt worden. Dat betekent dat we heel veel tijd hebben gestoken in voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hè? En we zien onszelf een beetje ook als sportorganisatie. Dus we doen veel aan training, we doen veel aan innovatie. En we zorgen ervoor dat de beste mensen die we hebben zo meteen klaarstaan. In combinatie met een heleboel technologie en andere oplossingen. En we helpen veel bedrijven ook zeg maar, met de events die we doen nu op een online manier. En dan kan je natuurlijk allerlei dingen zelf bedenken. Maar welke events denk ik dan aan? Dat zijn events, dat zijn vergaderingen internationaal, nationaal. Dat zijn uitjes voor bedrijven die zeggen we willen onze medewerkers een leuke middag geven. Nou, dan kan je bij allerlei partijen kan je dat inhuren. Maar wat de klant bij ons waardeert is dat persoonlijk contact en dat ze dat dan toch volledig outsourcen en zeggen weet voor me regelen. En dat zijn dan ook evenementen waar we nou met 100 man en breakouts en sprekers, studio's de klant helpen. En ook veel gecombineerd met een leuke middag, maar ook met content. Hè, dat er een spreker is of dat er een bijeenkomst is, een business update, een lancering van een nieuw product. Het is natuurlijk een heel ander event dan dat wij met 100 man naar Alicante gaan of naar New York. Ja. Maar het idee van iets organiseren voor een klant, hè, het klantcontact, een klant daar ook mee helpen. En ook een aantal mooie dingen gedaan bij sponsoren van Heerenveen afgelopen winter. Die kom je dan toch tegen, dat is echt heel mooi. Die ontmoet je hier, die hebben we ontmoet op de trainingskamp dan vorig jaar. En dan vind je elkaar, dat is echt heel leuk. Ja. Ja, want hoe erg mis je het voetbal voor je handel? Hoe erg mis je Heerenveen? Nou, wij missen natuurlijk het voetbal enorm. Ook omdat wij doen drie clubs op dit moment sponsoren qua travelpartner. Dat is in Alkmaar, AZ, Utrecht en in Heerenveen. Dus we hebben veel klanten door het land heen die we meenemen naar de regio. En we doen ook veel aan uitwisseling. Hè. Dus we vinden het mooi om mensen uit Friesland, sponsoren uit Friesland mee te nemen naar Alkmaar voor een wedstrijd. En dat te faciliteren. Nou, dat hebben we vorig jaar gedaan in Den Haag, omdat we in Alkmaar niet echt konden voetballen. Nee. Dus een grote delegatie Friese uitgenodigd en op onze uitnodiging en gezegd, nou, laten we een leuke avond hebben. Een grote groep uit Noord-Holland hebben we hier een skybox gehuurd van, nou, een leuke avond, Heerenveen AZ. Dat soort uitwisselingsprogramma's doen we heel veel met onze relaties. Mijn hart ligt hier heel veel. Ik ben Fries, kom uit Drachten, reed mijn hele leven langs de verschillende stadions. En nou, in 2018 de gelegenheid gekregen om hier te mogen praten. Dus ik kom graag hier in Friesland. Ja. Het voelt een beetje, als ik jou zo beluister naar je handel, dat die niet heel veel te lijden heeft onder het corona. Nou ja, misschien ben ik dan te bescheiden. Ik denk dat de reiswereld op dit moment op een kleine min 90% in omzet staat. Ja, dat hoor ik in de pers. Ja, nou, dat is ook zo. Dus dat hebben we zeker onder te lijden. Wat voor ons natuurlijk van belang is dat wij direct gingen kijken naar kosten. Dankbaar zijn voor de Nederlandse steun die er natuurlijk is in allerlei maatregelen. NOW en TVL. En kijken naar. We hebben er zeker last van. Dus het is zeker een enorme omzetderving. Maar we proberen wel positief te blijven. Om te blijven ontwikkelen. Op die nieuwe tijd. En je zit natuurlijk niet in consumentenreizen. En we hebben geen consumentenreizen. Nee, dat scheelt natuurlijk wel. Nee, toch? We hebben vorig jaar in een groot crisisjaar toch zo'n 5 miljoen euro nieuwe business opgetekend. Die niet is uitgegeven. Maar wel bedrijven die zeiden, ja, we willen dit jaar eens gebruiken voor een andere partner te zoeken. Dus als die zo meteen, wat de verwachtingen zijn, ook met een kleine 40% gaan reizen, is het wel een nieuwe handel. Dus we zijn wel heel actief, wat je ook zegt, gebleven op die klant. Onszelf profileren, veel die klant bezoeken online. Dus we doen veel
koffie-updates, dat we klanten uitnodigen. Wij zorgen wat bij de koffie, dat laten we dan bij de klant thuis bezorgen. Daar hebben we koffieafspraken mee, bij te praten en het contact te houden. Ja. En het fijne is dat we merken dat de hele portefeuille echt staat te trappelen om te reizen. We vragen ook van, ben je überhaupt nog van plan om te reizen? Misschien is het een keerpunt. Maar echt, het grootste deel van de klanten wil heel graag op reis. Het zal anders zijn, ja. Maar dat vertrouwen hebben we. We moeten even nog die laatste etappe rijden, denk ik. We moeten nog even volhouden. Ja. Ja. Henk de Boer, hoe erg mis je het voetballen? Ja, heel erg. Ook voor je klanten? Ja, de klanten die vinden denk ik altijd een leuk avondje uit, hè, wanneer je hier naartoe kunt. En met klanten hierheen gaan, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Nou, wat Marco zegt, herken ik wel heel erg. Dat je zegt, god, het is gewoon alweer leuk om hier eens te zijn, zeg maar. De laatste keer dat ik hier was, was met Martin dat we de sponsorcontracten mochten gaan verlengen. Maar ik zat op te zoeken, de eerste wedstrijd was ook, dat ik hier was, was de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, daarvoor ga ik naar het stadion. Dus dat mis ik en dat missen de klanten. En dat moet eigenlijk snel weer terugkomen. Dus dat... Ja. Klanten laten zich graag uitnodigen door jullie. Zeker. Jullie werken een beetje in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen daarin. Omdat jullie natuurlijk met andermans geld sponsoren, ja. Zou ik maar zeggen. Ja, zo kun je het inderdaad ook uitleggen. Ja, ik probeer even wat met je. Ja, nee, mooi gedaan. Ik wou hem iets anders inkleden. We hebben hier een hartstikke mooie box in de hoek van het stadion. Die hebben we ook aan de hand van een maatschappelijk thema ingestoken. Duurzame voeding, dus daar hebben we de 5 werelddelen uiteengezet. Als we een bijeenkomst hebben met klanten, dan hebben we daar 40 mensen op bezoek. Nou, die vertellen dan inderdaad ook wat wij als maatschappelijke bank doen. En dat hangen we dan heel erg op vaak aan het thema van duurzame voeding. En dat werkt prima. Dus het is voor ons en je hebt een informatief gedeelte voor de klant. En daarnaast natuurlijk het voetbal als hoofdmaaltijd, denk ik. Dus ja. Je kunt natuurlijk eigenlijk als grote organisatie en groot bedrijf in Heerenveen ook eigenlijk bijna niet eronderuit door sponsor te zijn bij Heerenveen. Nee, en we zijn de buurman, hè? Dus we kijken elke ook dag als ik, weer iets, als ik hier werk, dan kijk ik uit op het stadion. Dus dat, het geld dat we niet hebben, staat bij hun. Dus ja, het uitzicht is goed en het geld van Heerenveen staat bij de Rabobank. Ja, zoveel is niet, maar het staat bij hun. Bedankt. Ja. Nou ja, daar kan ik niks aan doen. Het is een bijzondere tijd. We mogen niet naar het stadion. Hoe doet Heerenveen dat naar jullie toe? Zijn er contacten? Nou, laat ik bij jou beginnen, ja, er Marco. Zijn contacten. Kijk, ik heb natuurlijk het geluk dat accountmanager Ronnie Venema vlak bij ons woont. Dus die komt regelmatig een kopje koffie doen. Maar ik hoor ook van andere sponsoren dat ze gewoon warm bezocht worden. Ja, en dat is mooi om te horen. En ik denk dat Heerenveen echt wel zijn best doet om contact te houden met denk ik niet alleen, dat weet ik zeker, want dat voel ik namelijk, met zijn sponsors. En ja, dat is gewoon essentieel, dat is belangrijk op dit moment. Ja, en hoe is dat bij jullie? Nee, op dezelfde manier. Ja, er wordt contact gezocht, er wordt bijgepraat. Er is veel belangstelling ook voor onze business. Hè. Natuurlijk vind het allemaal heel naar dat er niet... het stadion dat er geen bezoek is. Dus we praten over de Heerenveen, maar zeker ook gelijk de vraag van, nou, hoe gaat het met ons? Wat verwacht je? Dus ook naar het perspectief kijken. Dus dat is ook die betrokkenheid. Hè? Dus het is zeker heel erg win-win hoe we allebei erin staan. En, dus ik denk, ja, gedeelde smart, halve smart. We hebben allemaal hier last van. En dat is wel een bepaalde vorm van saamhorigheid. Hè? Dat je daarover praat. Ik denk dat de Heerenveen dat heel goed doet. Ja, en het is fijn om op die manier... betrokken te blijven. Het is wel zo dat we inderdaad wel met elkaar in die gesprekken wel verlangen zo meteen, hè, van welke mogelijkheden zouden er zijn. En het is ook zo mooi om te zien dat klanten ons ook benaderen. We hebben klanten die echt speciale wedstrijden al in een agenda zetten van, mag ik dan mee? En dan hebben we weer een rondleiding hier in Heerenveen. Dat doen we ook vaak nog met klanten. Dus ja, we zien dat het aan alle kanten is er vraag. Dus we hopen dat het snel mag. Zouden ze dingen beter kunnen doen, denk je? Zou het iets dingen anders moeten, anders kunnen, dat je zegt, nou, dat heb ik nog gemist? Dat is, als ik dan zelf maar niet iets gemist heb hierin. Ik denk dat wat ik zelf fijn vind, is die 1-op-1 contacten die we hebben. En de interactieve sessies, hè. Misschien dat we daar nog een kans zien om ook wat wij dus doen met hè, voor klanten, dat je met een man of 20, 30 inbelt en daar ook een soort van roundtable hebt. En om elk, met een thema, misschien een keer iets over commissie, een keer een speler of een keer iemand van het bestuur erbij die dan op die manier zeg maar... We hebben hier wel eens een mooie lunch gehad, regelmatig hebben we dat 2 keer per jaar, 3 keer per jaar met spelers, staf. Dan heb je een leuke tafel, dan wist je van tafel bij de gerechten. Dat missen we, zeg maar, dat contact. Hè? Ja. En we hebben ook hele mooie contacten overgehouden. We hebben laatst weer een contract gesloten met een advocatenkantoor wat hier sponsor is. Dus die vinden we allemaal wel.
Maar ik vind dat wel mooi. Die, misschien is een digitale ronde tafel mogelijk. Nou ja, ja. We hebben gezien met de nieuwjaarsreceptie dat er veel mogelijk is. Hè? Ja. Nou ja, dat was ook leuk om te zien. We hebben daar ook actief s'avonds meegekeken en ook nog op de WhatsApp gereageerd. Ja. En we zagen inderdaad ook het aantal mensen zo bewegen die het volgden. En er is veel mogelijk, ja, ja. Ja. En je zou het ook digitaal kunnen doen door dus een aantal sponsoren op locatie. Je hebt een mooi pand, zeg je net. Nou, bij jou een kijkje in pand. Hè? Welkom. Ja. Nou, het zit al te smullen, denk ik, Martin, of niet? Nee, ja, nee, maar graag, graag. Ja. En ik geloof wel, uiteindelijk is wat we nu hier doen. Hè? Ja. Het persoonlijke contact is uiteindelijk de essentie van waar het om gaat. Dat is waar we het überhaupt over hebben. Daar doe jij ook op met alle vragen. Hè? Mis je het niet? Ja, natuurlijk missen we het spelletje en de gezelligheid en de saamhorigheid. Maar uiteindelijk doen we, zeg maar, business met elkaar. Proberen we dat zo goed mogelijk uit te doen. Dat je elkaar iets gunt en dat je met elkaar in gesprek bent. En dat het persoonlijke nood is daar uiteindelijk de drijvende vering. Ja, het voetbal is natuurlijk leading, maar daar is nog zoveel meer dan voetbal. Ja, maar ik ben blij dat Martin ook bevestigt inderdaad. En dat is ook het vertrouwen voor ons in de toekomst. Dat we elkaar willen blijven zien. Ja. Zowel in Friesland, in Nederland, als ook voor ons in het buitenland. Dus dat is toch de behoefte bij heel veel mensen, zo meteen na een jaar via Teams en Zoom, elkaar weer te zien. Ja. Ja. Maar dat is wel onze grootste angst, hè? Ja? Vanuit de club is wel onze grootste angst. Nou ja, omdat je natuurlijk... Kijk, we zitten hier met 3 gewaardeerde sponsoren, maar zo hebben we er gelukkig meer dan 450. Ja. Dat is niet heel eenvoudig. Wat voor zin niet eenvoudig, Martin? Wat bedoel je? Wat zeg je? Wat is niet eenvoudig? Om op het gelijke niveau met iedereen, zeg maar, dat contact te houden. Daar is ook een hele wisseling in, waar mensen behoefte aan hebben. Ja. De een heeft er ook meer behoefte aan dan een ander. De een heeft er ook meer tijd voor dan een ander. Ik zeg ook wel, ook intern wel een beetje, het is relatief rustig met betrekking tot opzeggingen. Moeten we ons heel gelukkig in prijzen. Ja. Maar tegelijkertijd is men natuurlijk ook heel erg met zichzelf bezig. En dat is logisch, zeker in bepaalde beroepsgroepen, waar het nog meer raakt dan misschien hier jullie aan tafel. Maar daar proberen we ook heel veel contact mee. Mensen zeggen, jongen, laat mij maar even. En niet omdat ze geen contact met ons willen, maar dat bedoel ik meer, weet je. Dus je zoekt wel naar mogelijkheden. Ja. En je merkt wel dat men wat dat is meer onze angst. Dat is misschien wel dat je bang dat ze wat verwijderd raken van het voetbal. Ja, nee, maar ik dacht dat je bedoelde van het feit wat Laurens net zegt over dat zometeen het los gaat. Hè. Als je zometeen 1,5 miljoen in de week mensen die gevaccineerd worden, dan zitten we in augustus, september dat we los mogen. Dat wil zeggen dat iedereen weer zijn weg gaat zoeken en toch weer wil genieten. En zeker ook van het voetbal. En ik denk dat we er dan met elkaar voor klaar voor moeten zijn dat hier weer een kolkend stadion is. Ja, ja. En, dat denk ik ook. Ik denk dat hier al heel snel vol is. Ja, net als met jou beginnen. Verwacht je dat we straks, wanneer zoveel mogelijk weer vrij is, dat er alles weer mogelijk is, dat alles weer kan? Of gaat de wereld er anders uitzien, Henk? Ik ben geen viroloog, hè, want die hebben natuurlijk al heel veel in het programma zitten. Jullie als bank hebben waarschijnlijk wel een beeld daarvan. Als bank, dat is ook al moeilijk te beantwoorden. We hebben laatst een analyse gehad. Het was wel mooi om te zien van dat je kijkt hoe consumentenuitgaven momenteel gaan. Hè? Zeg maar, waarbij het verschil zit tussen online en offline. Zeg maar. Dus daar zie je een gigantische beweging naar online toe. Dat is ongekend als je dat ziet. Dat is denk ik ook logisch. Dat past denk ik bij deze tijd. Hè? Want dat is de enige manier eigenlijk waarop je nu zo'n beetje je geld kwijt kunt online. Verwachten we verder dat het anders gaat als bank. Ik hoop snel dat het stadion hiernaast weer vol gaat. En dan hoop ik inderdaad dat er genoeg bedrijven zijn, genoeg sponsoren ook nog zijn, die het ook natuurlijk de sponsorbijdrage kunnen opbrengen. Hè? Want in die zin zijn natuurlijk ook bedrijven die het lastig hebben. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat je als club daarvan ook denkt van, nou, ik ben benieuwd hoe dat komt. Hè? De zorg voor het bedrijf en de zorg voor de ondernemer die er natuurlijk achter zit. Maar er zijn ook genoeg bedrijfstakken die het gewoon ook echt wel goed hebben, hoor. Dus daar liggen denk ik ook voor een club als Heerenveen vanuit de sponsortak genoeg mogelijkheden. Dat merk je ook wel. Hè? We hebben nog steeds eigenlijk toch wel 2-3 nieuwe sponsoren per maand. Dus dat is een hele gekke ontwikkeling. Ja. En daar prijzen we ons best wel heel exclusief in bijna, hoor. Ja, als ik de collega's spreek dan bij de wedstrijden, of het nou van Groningen is of afgelopen weekend van ADO, een collega van ADO was er. Nou, die kijken wel met argusogen. Die zeggen, is dat echt zo? Ja, ik zeg, we verzinnen het gelukkig niet. Nee. Dus, dat voor jullie ook een beetje... Nou, ik wil even op Henk ingaan, want dat vind ik wel belangrijk, dat online en offline. Ik denk dat een tot een bepaalde hoogte een blijvend verhaal zal zijn, hè, dat online kopen van mensen. En dat vooral de retailer, de offline retailer, die zal echt uit zijn stoel moeten komen en die zal het attractief moeten maken om te zorgen dat die klant bij hem binnenkomt. Ja. En daar zal hij ook een netwerk voor nodig zijn. Want het gaat echt nooit meer vanzelf.
En het ging niet vanzelf, maar het gaat vanaf, denk ik, als zometeen alles weer losgaat, helemaal niet meer vanzelf. En dan moet je als retailer gewoon erbij zijn en zorgen dat je attractief bent voor je klant. Ja, dat is al jaren een uitdaging, hè, voor de retailers. Ja, dat is traffic in de winkels. Maar nu was het gaat nu was natuurlijk nooit wel versneld. Dat gaat nu natuurlijk wel versneld. Hè? Ja, dus ook zeker. Ook als ik naar onze eigen business kijk, zeg maar. 90% van hypotheekgesprekken gaan nu online. Hè, dat komt nu natuurlijk ook versneld door corona en doordat het allemaal super gefaciliteerd werd. Maar daarvoor was het 5% en dan hoopten we dat misschien eens een keer naar 10% ging. Hè, want vanuit kosten oogpunt is het natuurlijk ook wel interessant om een online gesprek te doen. Maar dat kwam nooit echt van de grond. En nu zie je in één keer dat klanten onszelf gaan vragen. Goh, doe maar online. Maar verwacht je dat het straks dan weer terugvalt? Ja, we verwachten zeker dat het weer minder gaat worden. Maar we verwachten ook zeker dat het dat er een heel groot percentage wel zo blijft. En nu is het soms zo dat je bijvoorbeeld hier gesprek hebt met ouders van kinderen, waarbij de kinderen bijvoorbeeld in Rotterdam zijn gaan wonen of in de andere kant van het land inderdaad, dan ten opzichte van hier. Ja, en in één keer kan de zoon of dochter, die kan het Rotterdam meedoen met dat gesprek. Ja. Nou, dat was voor die tijd, gebeurde dat natuurlijk niet. Nee. En dan moest het overgebracht worden en nu zit je met z'n vieren in dat gesprek. Dus dat is leuke bekomstigheid. Ja, en dat went ook weer snel. Hè? Ja, dat went heel snel. Ja, zeker, zeker. We hebben nog niet over het voetballen gehad. Ik neem aan dat jullie dat natuurlijk elke wedstrijd voor die buis zitten. Bijna. Marco? Bijna elke wedstrijd. Nee, natuurlijk zit je voor de buis. Ik moet zeggen dat je wel anders voor de buis zit. Hè? Dus het is wel echt, ik vind het wel echt anders. Ook de beleving, hè? Dat je niet alles ziet wat er gebeurt in zo'n stadion. En dat vind ik wel echt jammer. Want het is, of je naar een wedstrijd tussen twee andere clubs kijkt. Maar dan kijk je naar je eigen club en dan probeer je Johnny's te zien springen en te dansen langs de lijn. En ja, dat is er allemaal niet. En dat mis ik wel ontzettend. Ja. Dat is wel jammer. Het is echt 90 minuten. Ja. En wat je natuurlijk met voetbal hebt, zeg maar, als sponsor ook. En wat wij zo graag weer doen, en dat zouden we ook graag met elkaar doen, is die hele beleving naar zo'n wedstrijd toe. En dat kan op allerlei manieren, maar wij maken er echt een uitje van met de klant. Dat we zeggen, nou, wat kunnen we doen? Wij sponsoren een scootje hier in Sneek. Nou, daar gaan we wat mee varen. En dan doen we een borrel en dan gaan we naar de voetbal. Dus dat is soms echt een hele middag op weg naar de avond. Ja. En mensen worden dan ook wat nerveuzer zo richting die wedstrijd. En nu doe je thuis de televisie aan. Ik trek mijn shirt aan en ik doe mijn jasje erover. Dat wel, hè? Ja, ik heb dit shirt... Ben je een jasje van AZ of andersom? Nee, mijn jasje eroverheen. Ja, zijn daar foto's van? Nee, ik krijg elke wedstrijd een appje van. Zijn daar foto's van? En dan zit ik inderdaad, en dan sta ik in mijn eentje inderdaad, zeg maar, tegen Heerenveen Feyenoord helemaal naar mijn dak te gaan. Maar wel vrij ongezellig. Ja. En dan heb ik wel app-contact met mensen die er anders over denken. Goed bezig dat je het shirt aan doet. Ik vind met name die emotie van het voetbal, wat je zegt, het beleven in stadion. Maar ook, en dat is ook met zo'n trainingskamp, want het is dan twee wedstrijdjes ga je kijken, maar je bent 4 dagen met elkaar weg. Alles eromheen, in Nederland of in het buitenland, dat is altijd mijn gevoel van, dat voetbal is het punt waar je naartoe leeft. Ja. En de weg ernaartoe en de weg daarna is en daarna heb je belangrijk. Eigenlijk ook altijd nog, ongeacht de uitslag, vaak toch weer een mooie avond. Het is soms eventjes een biertje voor het verlies of voor de overwinning, maar daarna volgt er meer. En dan zoeken we wat hotels hier in de buurt. Maar... Het is een hele beleving. Ja. Wat vinden jullie van het voetbal op het moment? Ja, wat vinden we van het voetbal? Wat vinden jullie bijvoorbeeld van onze twee nieuwe mannen, Sim de Jong, Lasse Schöne? Ja, dat vind ik wel top. Ja. Dat zijn kleur top, in Heerenveen, toch? Ik denk dat het topspelers zijn. Dus ik hoop dat ze volgend seizoen mogen blijven. Ja, ik denk dat het heel goed is voor de stabiliteit, voor de jeugd. Fantastische zijn natuurlijk namen. Lasse Schöne is onvoorstelbaar dat hij hier... Ik had er graag bij geweest in het stadion om die vent te zien voetballen. Dat is toch een topper. Ja. Echt een topper. Ik moet even zeggen, je zegt het, kan nagaan hoe bescheiden we dan zijn. Onvoorstelbaar bijna, dat hij dan bij de vent speelt. Maar ik vind ook, en dat is een compliment ook voor de marketing, denk ik hier, hoe dat wordt gepitcht. Hè? Ook met die film is goed. De sponsor ook. Ja. Maar ook dan de spelers die aangetrokken worden. Zo'n filmpje. Ja, dat is echt fantastisch. Op social media en... Ja. Dat is echt heel goed hoe dat gaat. En dat kan je mooi doorsturen. Knap gedaan hoor. Ja. Heel goed. En Sim de Jong lijkt in zijn oude glorie terug te komen. Want ik vind hem per wedstrijd beter worden. Duurde even, maar ja. Ik denk als je hem afgelopen zaterdag zag, was het zaterdag als het op? Ja, zaterdag. Was hij denk ik geweldig. Was hij hartstikke goed. Jammer dat hij geblesseerd uitviel natuurlijk. Maar het is hartstikke mooi dat je zo'n speler hier hebt. Ja. Dus dat is prima. Ja, het voetbal kan ik altijd beter. Hè? Dus die zijn we denk ik ook sponsor en ook gewoon supporter. Dat je denkt van, goh, het zou mooi zijn dat we nog iets hoger in het linkerrijtje kwamen. Dat we nog iets dichter bij Europees voetbal komen. Maar dat zit er misschien nog in. Dus, het kan nog. Ik zou niet weten waarom niet. Maar het zou mooi zijn denk ik voor de tafelgenoten. Dat je de Europese uitjes weer krijgt, zeg maar. Ja, dat, voor mezelf. Voor iedereen, ja. Precies de reden waarom mensen inderdaad... Ik denk dat iedereen wel graag weer mee wil natuurlijk. Het is natuurlijk ook dat geld wat ik net zeg van...
of het nou hier in Friesland is of internationaal, de beleving. Ja, je gaat op donderdagavond 90 minuten voetbal kijken Europees. En je gaat woensdagmorgen weg en vrijdagmiddag weer naar huis. Je bent 3 dagen van huis. Nou, sponsors hebben alle tijd. Hè? Want we zien altijd, ook in het verleden, dat het volle bak mee is. En ja, dat is een hele mooie beleving. Hè? En ook een mooi moment voor een club om op die manier dan... eens 3 dagen op stap te zijn met elkaar. En een praatje te maken vanuit de commissie met sponsoren onderling. Wat eten, drinken, fietstocht. Ja. En dan de wedstrijd. Ja. Ja. En een clubman als trainer. Ja. 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 Johnny hebben we natuurlijk... Ik mag dan nog deel uitmaken van het OSSH voetbalteam. Hier wel even genoemd hebben, want anders dan krijg ik natuurlijk van mijn 24 teamgenoten dat te horen. Maar dat is, Johnny ging heel vaak met ons mee. Ja, dat is prachtig om te zien. Fantastisch dat je nu al die jaren dan ging mee, toen was hij nog assistent dan. Maar ja, gewoon een fantastische kerel. Prachtig. Mooi. Welke spelers zouden jullie graag naar Heerenveen willen hebben? Geld speelt geen rol, van Martin Goort. Dan zou ik Messi toch hier wel een paar keer willen zien spelen. Ik heb Messi... Ja, geld speelt geen rol. Nee, dat begrijp ik. Dat Messi zou leuk zijn, maar dan moeten we maar Europees voetbal halen. En dan kunnen we misschien zo loten, wie weet. Maar is er een speler van jullie denken die jullie zien op velden zien die misschien wel haalbaar is? Hè? Maar waar jullie denken van, nou, dat zou wel een typische Heerenveen voetballer zijn. Nou, laten we dan die spits... Jullie zijn betrokken sponsors, dat is heel belangrijk. Laten we dan die spits van VVV eens gaan proberen, zeg maar. Misschien is dat haalbaarder. Ja. Ja. Is dat een beter voorstel, Martin, of niet? Past ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. De mogelijkheid. Ik denk dat dat met 23 nu en straks misschien wel 5, 26 doelpunten. Ja. Weet je, ik ben ook maar slecht liefhebber. De mogelijkheid bestaat natuurlijk heel vaak met dat soort voetballers. Dat ze naar een andere club aanmaken, gaan, dat ze niet meer een deuk in een pakje boterschop. Je hebt natuurlijk goede spitsen, die komen hier vandaan. Hè? Dus er zijn hier spelers opgeleid tot wereldspitsen. Dan halen wij een spits van buiten en dan zou je zien dat het hier niet lukt. We zijn andersom gewend. Hè? Ik zou liever de Veermannen hier houden. Ja, precies. Laten we 2 Veermannen dan volgend jaar gewoon 40 doelpunten erin trappen. Ja. Dat lijkt me veel beter. Ja. Springen die er voor jullie uit of is het echt Joey die... Nee. Ik vind Henk, als we het dan over Veerman hebben, ik vind Henk zo'n ongelooflijk stabiele factor. En als je ook hoort hoe die in de groep ligt en dat soort zaken, dat is gewoon fantastisch. Laten we zulke jongens nou laten gedijen. En we kunnen natuurlijk wel zo'n Griek halen. Maar als die mannen op elkaar ingespeeld zijn en je hebt dan een Lasse Schöne erbij en een Siem de Jong, dan krijgen we weer kippenvel hier in het stadion. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Nee, eens. Ja. Nee, dat is zeker waar. Hè. Dus die zin, ik vind Henk Veerman ook goed spelen. Nee, maar er werd even vanuit de breedte gevraagd. Tuurlijk. Welke speler zou je weer halen? Nee, dus dat, mag ik gewoon zeggen. Ik gaf je de ruimte zeker. Voor Messi. Ja, zeker. Ik gaf je de ruimte voor Messi. Het is de kracht van, zoals je ook een bedrijf leidt. Hè, dat je van, hoe kan je team samenstellen? Nou, we hebben ook veel jong talent. En we hebben ook wat oudere mensen, als ik naar mezelf kijk. Maar je maakt een mix van mensen van ervaring en jong. En dat vind ik ook mooi. Dat bij veel clubs in Nederland zie je dat niet. Hè? Dat je toch nu inderdaad met Lars en met Siem en dan ook met Veerman. Gewoon toch ook mensen die wat te vertellen hebben, zeg maar. Hè? Die een duwtje durven geven. En ook een coach die dan vanuit die achtergrond. Ja, dat is voor mij wel de mix van een team. Ja, en de mix van een bedrijf ook. We hadden vorig jaar natuurlijk in Ejuke. En dan kon je bij wijze van spreken 80 minuten lang naar denken van... Ja, nou weten we het wel. Ja. En dan 2 weergaloze acties. Dat je denkt, ja, daarom weten we het ook. Ja. He, en wat jij ook bedoelt, denk ik, hè? Een Lasse en een Siem, hè? Maar ook een Joey. En, uiteindelijk zijn dat wel jongens waarvoor je naar het stadion komt. Ja, ja. Als je kijkt wat er gebeurd is, zeker ook na de komst van Lasse, wat denk ik niemand verwachtte. Dat was ook na de transferperiode, was redelijk onverwacht. Ja, dan elke dag en zeker om de wedstrijden heen zijn hier allemaal mensen rond het stadion. En als je ook kijkt naar de persbeleving, we voor het eerst een persconferentie gehad met 2 spelers voor de wedstrijd tegen Ajax. Ja, daar komt natuurlijk zoveel los. Ja. Mooi. En je merkt het in alles. En eigenlijk is het mooiste nog dat het zulke ongelofelijke, wij zeggen dan vaak gewone jongens, en dat wij dan de gewone mensen zijn, hè, maar dat ze heel benaderbaar zijn en heel normaal en heel, weet je, ik zie hier vorige week of 2 weken geleden mijn vrouw met een jongetje voor langs fietsen en een jongen die viel bijna van zijn fiets omdat hij last is en die roept hem terug, zei kom maar even. Ja, dat zijn, weet je, dus je hoeft het niet uitleggen. En daar ligt er voor mij ook weer die kans, dus meteen als we weer mogen komen, dat je dan weer sponsorevenementen hebt met je lunches en activiteiten, dat is dan Lars wel aanschuift. Ja, en ik denk ook dat maar die vindt het ook leuk. Dat zijn jongens die ook die waarderen ook een sponsor. Hè? Ik bedoel, het gaat erom dat wij met z'n allen hier natuurlijk ook wat geld binnenbrengen. Ja. En dat die mannen ook begrijpen van, nou, na de wedstrijd kom ik een keer langs in een box of doen een praatje. Nou, dat ontbreekt nog wel eens hier en daar. Dat is dan wel, denk ik, goed dat dit soort mannen En dat is ook, met een clubman als Johnny, die snapt het ook als geen ander. Hè? Dus die geeft dat ook wel aan zijn spelers mee. Ja. Dus hij bewaakt de cultuur van de club. Ja, ik weet ook dat belangrijk is. Ja. En verstand van voetbal, mooi.
Misschien is Lasse onze Messi wel, zeg maar. Hè, om die toch nog even dichter bij elkaar te brengen. Ja. Hè, dan, ja. Zeker die grootheid. Ja, zeker. Ik dacht een kapitaalinjectie van de Rabobank voor zo'n speler. Hè? Ja, ik denk dat die straks zo aan het eind van het programma komt. Oh. Maar we zitten in de afrondende fase van, heb ik begrepen, van de regisseur net. Maar we zitten op een bepaald level nu met de club. Waar zouden we nog een stap kunnen maken? Waar zouden we, jullie hebben zelf bedrijven, waar kunnen we nog een... Wat zouden jullie zeggen, nou Heerenveen, als je daar nog eens aan denkt, of als je dat gaat doen? Kijk, kampioen worden, nou, daar moeten we even mee wachten misschien. Maar jij bedoelt het breedte, niet alleen sportief. In de breedte, In de breedte, ja. Ik moet zeggen, ik heb de tijd meegemaakt in dat ik in het bestuur kwam van de OSA, dat we 1100 leden hadden, businessclubleden. En we hoeven denk ik helemaal niet zo heel veel te veranderen. We zullen, wat we gewoon moeten doen, waar we altijd goed in zijn, is proberen te binden en te verbinden. En proberen er met elkaar zo meteen, als alles weer losgaat, er te zijn. En ik denk dat we een ongelooflijk mooie tijd tegemoet kunnen gaan. Dat we vanuit die beleving, vanuit ons hart, weer gewoon met de club bezig zijn. Dan kunnen we alleen maar vooruit gaan. Daar ben ik van overtuigd. Ik zit te denken, ook wat je zegt nog even. Inderdaad, ik denk dat het heel goed is, die verbinding. Hè, dat een heel belangrijk begrip is. Hè, ja, met Beren bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat is natuurlijk een onwaarschijnlijk succes. En het natuurlijk op verschillende fronten. Allereerst natuurlijk het doel aan zich. Hè, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar ook de media-aandacht. Ik zag 3 prijzen gewonnen. In marketing achtergrond. En ik heb een week moeten wachten, want ze waren uitverkocht. En nog kreeg ik een doos met beren die ik bestelde. Dus het is onwaarschijnlijk. Ik was het al vergeten. Het ging tot in... Nee, maar het is natuurlijk internationaal, heb je gezegd. Ging het tot over de grenzen. In 1,2 miljard mensen bereikt. Het CNN, dat is de waarde daarvan. Dat kun je niet voorzien. Ik denk dat we daar misschien, als je zegt van kunnen we veranderen. Dus het is een Friese club en ze moeten ook rustig blijven. Maar... de bescheidenheid, ik bedoel 1,2 miljard, de waarde daarvan, zeg maar, in marketing is extreem hoog. Ja. He? Dus de aandacht die je normaal moet doen, en de investeringen die je moet doen om dit bereik te krijgen, dus met de middelen die er zijn, en zo'n bereik en zo'n enorme aandacht, heel knap. Ja, we willen heel graag weer dat gevoel wat in het verleden, om dan toch maar even het verleden aan te halen, maar meer als les bijna, en als ervaring, dat we die geliefde tweede club zijn. Ja. En dat voel je wel langzaam aan, dat hoor ik. Je moet het nooit zelf zeggen, maar dat horen we mensen zeggen. Ja. En dat zie je ook wel aan aanwas van dus ook bijvoorbeeld nieuwe sponsoren. Bedrijven die hier helemaal niet gevestigd zijn. We hebben nu 12, 13 sponsoren die zeggen, ik hoef niet per se een stoel. Maar ik wil me graag verbinden. Mm-hmm. En dan wil ik dat heel graag doen. En dan maken ze een keuze. Ja. En dan krijg je toch de klassieker. Als ik kies voor Feyenoord, PSV of Ajax, dan doe ik een soort kleur bekennen. He, ook marketingtechnisch doe je dat dan. Nou, en dan heb je nog dat clubje in Heerenveen, zeg maar eventjes. Ja. En dat doen we het nog niet zo gek. Maar ik denk dat een actie als met de beren, dat kan alleen maar in Heerenveen, toch? Dat kan alleen in Heerenveen. Ja, toch? Het is gebleken, het is niet geëvenaard, nee. Nee, en ik denk ook dat iedereen die iets daarna gaat doen, dat kopietjes, dat zijn af. Nou, dat was mooi dus bij die toekenning van die sponsorringen. Hè. Donderdag hebben we de fysieke uitreiking. Mm-hmm. En de jury gaf ook aan, hè, dat het was echt. En dat was ook oprecht. En ook omdat er een natuurlijke verbintenis zat. Dus het was geen gezochte verbinding. Nee. He, even los van dat MSD als bedrijf. Maar Kika en Heerenveen zijn natuurlijk al jaren met elkaar verbonden. Ja. Dus dat paste ook. Ja. We gaan afronden. Ik wou jullie alle vier, jou ook, even een moment geven. Om nog even... Oh. Ja, vooruit. Om nog even een moment te geven tot ziens. Voor de club. Ja, voor de club laten we proberen op de weg die we de afgelopen jaren zijn ingeslagen om dat voor te zetten. En genieten van onze prachtige stadion met het en vooral ook genieten van het netwerk wat we hebben. Om daarin, want we zien nu in deze tijd dat het netwerk wat je in het verleden gedaan hebt, nu zijn vruchten afwerpt. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die altijd aan het netwerken zijn geweest, zeker ook in dit stadion, daar de vruchten van hebben geplukt de afgelopen jaar. En laten we dat proberen voor te zetten. Oké, dankjewel. Ja. Laurens? Ja, ik kan me helemaal bij aansluiten. Deze tijd is ontzettend moeilijk natuurlijk. We zijn heel enthousiast van de middag. Maar belangrijk, de oproep dat we met elkaar gewoon wel blijven staan voor Heerenveen. Dat je inderdaad zegt, oké, het is nog een paar maanden. En we blijven trouw. We kijken uit naar het volgende seizoen. Dan gaan er zeker dingen veranderen. Er kan nog heel veel gebeuren in de komende 2 maanden volgens mij. Hè. Dus ik denk dat we nog best wel kans maken op dat internationale voetbal. Maar het is nu belangrijk dat iedereen inderdaad verbonden blijft en in de achter blijft staan.
En dat we elkaar blijven zoeken inderdaad in het netwerk. Ook als je praat over samenwerken, over business en over kansen die je hebt. Om dat te delen. Hè. Ik denk, ik heb altijd geleerd van een andere commerciële man. Als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. Nee. Dus we moeten blijven delen. En zeker ook binnen de club. Dankjewel. Ja. Ja, ik sluit me daar ook bij aan. Het is denk ik een kwestie van verbindingen blijven leggen. Hè. Dus nou, naar Heerenveen toe, maar ook zeker naar de andere sponsoren. Dat het daar denk ik om gaat. Nou, dan hopen dat we zo snel mogelijk weer het stadion in kunnen. En dan ja, vanuit de basis, wat Marco net ook heel mooi zei, denk ik gewoon leuke dingen blijven doen. En af en toe blijven verrassen. Soms een keer Europees voetbal erbij, dan is voor iedereen denk ik ja, helemaal fantastisch. Ja, daar kijken we wel een keer weer naar uit. Hè? Ja. Ja, ja, dankjewel. Nou Martin, ik heb nog een klein beetje tijd over, dus jij komt ook nog even aan bod. Afgelopen zaterdag bij de wedstrijd tegen Den Haag zag ik een heel mooi spandoek hangen. En ik zou me kunnen voorstellen dat jij daar nog wel op terug wilt, zou willen komen. Iets van wil, zou willen zeggen. Misschien. Nou ja, weet je, zoals we hier nu vanmiddag zitten ook in alle oprechtheid. Maar dan realiseer je opeens dat het een jaar geleden is. Op de datum 6 maart, precies een jaar geleden, het contract met Ausnutria tekenen als nieuwe hoofdsponsor. En dan is het gisteren 7 maart, en dat was 7 maart tegen Ajax, waar we uitverkocht. En opeens realiseer je dat het een jaar geleden is. En al een jaar lang eigenlijk met een heel korte periode van beperkt publiek dat we hier zitten. Nou, jij zit er om de wedstrijd zo'n beetje in een leeg stadion. Ja, dat is... Maar ook, ja, daar zijn we natuurlijk super trots op dat die ook ons zo blijven steunen. En dat we maatschappelijk een aantal dingen met ze kunnen doen. Dus daar zijn we van overtuigd dat we daar een mooie toekomst mee door blijven bouwen. Dus laten we hopen dat dat ook voor hun straks weer meer te bieden heeft. Ja, ook Ausnutria verbindt. Ook Ausnutria verbindt, zeker. We gaan ervoor, dankjewel. En wat jou betreft tot de volgende keer. En wat u betreft ook graag tot de volgende keer bij ons Business Bulletin. Dankjewel en tot ziens. Dag.